Dimi, je leidde vandaag een zeer jonge defensie. Hoe ging dat? Ja, goed, goed. Ik denk dat we just misschien even 10 minuutjes wat winnen was in het begin van de eerste helft. Maar de tweede helft hebben we heel weinig weggegeven, denk ik, juist op laatst nog die kopbal. Maar nee, het was plezant. Het was dus een nieuw systeem, iets anders. Ik vond met de omstandigheden van het slecht veld en het goede, het fantastisch warme weer, dat de jongens ervoor zijn gegaan allemaal. Iedereen heeft zijn taak heel goed uitgevoerd. 1-2 winnen tegen Aalst met een halve belofte jongere ploeg, zou ik maar zeggen. Dat is plezant en het was leuk voetballen. We komen 1-0 voor, dan valt er een penalty. Hoe heb je dat gezien? Ja, ik stond er vlakbij. Dus hij doet het slim, de spits. De bal komt in. Hij is als eerste op de bal. Hij controleert hem eigenlijk wat te ver. En ja, dan, je weet dat. Elk contact dat een spits graag neergaat. En ja, ik ken hem heel goed, die jongen. Dus hij zei, ik ging gewoon neer. Slim gedaan, een penalty. Ja, er was geen VAR, dus we konden niks terugzien. Maar laat ons zeggen dat het licht was. Maar ja, oké. Okay. Penalty is penalty. Maar dat geeft toch terug wat dingen aan de match. Dan zijn we de 2,5 voor gegaan. We hadden nog een paar kansjes. Maar het overgrote deel van de wedstrijd was voor ons, denk ik. En we hebben geprobeerd spel te maken. En dat is hetgeen waar we voor gekomen zijn.